Nou, eerst eens even een bakje koffie doen, hoor. Nou ja, koffie. Het is dat de koffie op het pak staat, maar meneer Douwe Egbert weet hier echt niks van, hoor. Smerige, vulde koffie, ranzige, anti-smerigheid. Laatste restje. Alsof je anti-aanbaklaag zit te drinken in plaats van koffie. Hey, de directeur, hè, die heeft natuurlijk weer gewoon goede koffie op zijn kantoor. Ja, van dat fancy apparaat die hij van de hoofdkantoren heeft gekregen. We kunnen natuurlijk ook koffie van de directie hogerop gappen. Nee. Maar wat als hij erachter komt dat wij het waren? Er zijn hier mensen minder ontslagen. Nee. Ik heb een idee. De basket singer it is! Ha. Niet langs. Pak dan even dat kussen. Dan leggen we die er gewoon even tussen. Slaap, slaap. Slaap. Oké dan. Daar gaan we dan. Okay. Jan, wat wil je eigenlijk drinken? Cappuccino? Wiener melange? Frappe? Chini of zo? Niks. Gewoon koffie. Snel. Slaap is lang. De water loopt en schaamt. Jod, neem de tijd. Ik wil mijn baan toch kwijt. Jan, kies je koffie. Ja. Wil je er nog wat in? Nee, ik hoef niks. Wat? Nee? Nee. Okay. Suiker. In jouw apparaat zit, heb ik even bij de nieuwe Starbucks hier beneden gehaald. Wil je ook? Sommige dingen lijken zo voor het grijpen. En toch weer niet. Heel hartelijk welkom bij Pasen 21. En misschien zit je thuis en vraag je ook al af, waarom lijken sommige dingen toch zo moeilijk, terwijl ze misschien toch zo makkelijk kunnen zijn? En ik denk dat in het seizoen 2021, corona, vrijheid, zo simpel lijkt. Maar oh, zo ver weg om echt vrij te zijn. En mijn vraag vanochtend is, voel jij je vrij? Of voel je je soms ook zo belemmerd door alles wat ons tegenhoudt? Een week of 6 geleden gingen wij, het hele gezin, een weekje weg. Om echt vrij te zijn, te genieten in het zuiden van Nederland. Limburg, vlaaien eten.
ging op maandag weg. En op dinsdagochtend werd mijn vrouw wakker met spierpijn. Testen. Woensdag. Corona. Positief. De rest van de week opgesloten in ons vakantiehuisje. Uiteindelijk ons hele gezin corona. En ik gelukkig nog steeds bespaard gebleven. En waarschijnlijk gekregen van onze middelste dochter van school. Zo ons best gedaan om vrij te zijn van corona en vrijheid te hebben en houden. En opeens gevangen in de vier muren van ons huis. Mijn vrouw beter, mocht er buiten. Mijn kinderen uiteindelijk beter, mocht in huis. En uiteindelijk heb ik bijna 3 weken in quarantaine gezeten om weer echt vrij te zijn. En misschien heb je ook dingen meegemaakt afgelopen week, afgelopen jaar, waarin je de vrijheid boem opeens ontnomen was. Een omstandigheid of misschien wel ergens iets in jezelf. Waardoor je echt die vrijheid mist. Te doen en laten wat je kunt. En dit jaar, 2021, zullen we nooit vergeten hoe ons de vrijheid af lijkt genomen. En dan komt automatisch de vraag, hoe kunnen we nou echt vrij zijn, ondanks de omstandigheden? Sommige mensen zullen zeggen, ja, wat is nou echt de vrijheid? Sommigen zullen zeggen, vrijheid is doen en laten wat je wilt. Maar wat nou als je kan doen en laten wat je wilt? Je kunt drinken wat je wilt, gebruiken wat je wilt. En je uiteindelijk vastzit aan de drank of de drugs of die ene gewoonte. Anderen zullen zeggen, ja, maar als ik nou heel erg strak precies doe wat alle christenen zeggen wat je zou moeten doen, dan pas ben je echt vrij. Een andere extreme. Maar wat nou als je daardoor echt gevangen bent en niet echt vrij kunt zijn? God heeft ons zo gemaakt dat onze ziel, dat is onze gedachte, onze emoties en ons lichaam en onze wil, om echt vrij te zijn. Om zelfs als je door de omstandigheden gevangen bent, kunt zeggen, woo, I'm free. En misschien zeg je, ja maar, het is corona, ik ben niet vrij. De vraag is, wat is echte vrijheid? En hoe kunnen we echte vrijheid ervaren? Er zijn eigenlijk 2 soorten vrijheden. Vrij zijn van omstandigheden en innerlijke vrijheid. Vrij zijn van omstandigheden waarin je misschien zelf begeven hebt, waarom je denkt, waarom heb ik het weer gedaan? Zit ik weer in die situatie? Of iemand doet jou weer iets aan waardoor je in die situatie zit. Omstandigheden. Omstandigheden kunnen zijn corona. Omstandigheden kan zijn regels van de overheid. Omstandigheden kan zijn in die situatie waar jij nu in zit. Misschien je huwelijk wat niet zo cool is. Misschien dacht je dat kinderen altijd leuk was en denk je, ah! Welke omstandigheden zorgen er bij jou voor dat jij je gevangen voelt? Nou, ik loop al een tijdje mee en ik ben erachter gekomen dat omstandigheden die komen en die gaan. En ik denk ook, ondanks dat corona zo beperkend kan zijn, dat corona uiteindelijk gaat. Dat regels van de overheid gaan. Maar als je niet uitkijkt, dan maken we omstandigheden en de beperkende omstandigheden het grootste in ons leven wat er is. Terwijl we kunnen kiezen om uit omstandigheden te stappen. Er misschien wel van weg te lopen in plaats van ze op te zoeken. Misschien kleiner moeten maken in plaats van groter moeten maken. Omstandigheden komen en gaan. Komen en gaan. Maar echte vrijheid is innerlijke vrijheid.
innerlijke vrijheid om die persoon te worden die je graag wilt worden. Of misschien veel belangrijker nog, om die persoon te worden waarvoor God jou gemaakt heeft. En als je niet uitkijkt, dan zijn we niet zo heel vrouw. En dan maakt het niet, zijn we niet zo heel vrij. En dan maakt het niet zo heel veel uit of je man bent, of dat je vrouw bent. We kunnen allemaal in omstandigheden innerlijke beperkingen krijgen. Nou, ik heb een research gelezen van de Barna Research Group. En Barna heeft mensen gevraagd, anoniem, dus ze kunnen alles invullen wat hun het meeste tegenhoudt als het gaat om innerlijke barrières. Wil ze weten? Wat zijn jouw innerlijke barrières die jou tegenhouden om die persoon te worden die God voor zich ziet? Wat houdt jou tegen? Misschien denk je, ik blijf 's ochtends iets te lang liggen. Ik weet dat ik eruit moet. Maar ik vind het zo lekker. Misschien hoe je naar jezelf kijkt, houdt je tegen. Denk je nou echt dat ik daar aan toe in staat ben? Wat intern in je hoofd of in je hart houdt jou tegen om die persoon te worden die God voor zich ziet? Terug naar Barna. Wie ze weten? Het eerste wat mensen tegenhield, wat ze allemaal zeiden, is zorgen. Wie maakt zich nou geen zorgen? Iedereen maakt zich zorgen. Zelfs ik maak me wel eens zorgen als pastor. Over mezelf, over mijn gezin, over mijn kerk. En dat is precies wat mensen doen. We maken ons zorgen en dat houdt ons tegen om daar te komen waar we moeten zijn. Het tweede wat ons tegenhoudt is uitstelgedrag. Kent dat iemand? Uitstellen, uitstellen, uitstellen. Je weet dat je dat wil doen. Je weet dat je die stap... Maar je stelt het uit. Het derde wat we doen is... We eten te veel. Waardoor we niet daar kunnen komen waar we moeten zijn. Daar zijn mensen heel eerlijk over. Ja, ik eet simpelweg te veel. Ik vind het zo lekker. Foodies hier in de zaal. Foodies thuis. Wat is jouw guilty pleasure? Wat je tegenhoudt om die persoon te worden die je moet zijn? Misschien wel de nummer 4. Iedereen heeft dat. Social media. En je bent de hele dag social media, social media, social media. En denk je, oh ja, ik moet ook nog aan mezelf werken. Ik moet ook nog vooruit komen. Ik wil ook nog echt iets met mijn leven doen. Zoveel dingen houden ons tegen. Wat houdt jou tegen? Wat houdt jou tegen om die persoon te zijn die je wilt zijn? Soms brengen we onszelf in omstandigheden die ons beperken die persoon te worden die God voor je ziet. Misschien zit je nu in zo'n omstandigheid. Soms ontwikkelen we gewoonten in ons hoofd, in ons hart, in ons leven die ons belemmeren om die persoon te worden die God voor je ziet. Laten we kijken naar een verhaal van Feike Zandstra wat hem tegenhield om die persoon te worden die hij wilde zijn en wat hem geholpen heeft. Laten we kijken. Ik kom uit een liefdevol gezin. Ik ben gelovig opgevoed. Maar geloof was niet het belangrijkste voor mij. Dat was waterpolo. Ik speelde op hoog niveau. En het was echt een geweldige tijd. Maar het was wel een harde wereld. Het was eerder niet zeuren, maar echt doorgaan. Zolang als ik weet, ben ik iemand die heel veel dingen overdenkt. Zo ook als ik vroeger vaak alleen op de fiets zat, 2 keer per dag onderweg naar trainingen. En ik hield problemen vooral voor mezelf. En ik deelde dat eigenlijk nooit met iemand. Zo zat ik 2,5 jaar geleden boven op een kamer. En een gedachte kwam in mijn hoofd. En ik ben die gaan overdenken. En die gedachte die groeide uit tot iets heel sterks. En uiteindelijk groeide het uit tot een angst. En ik heb besloten om niet dieper op die angst in te gaan. Maar ik wil wel jullie mijn verhaal vertellen daarover. Die angst die werd eigenlijk sterker en sterker. En
ik begon ook echt te twijfelen aan mezelf. Ik kwam op een gegeven moment op een moment dat ik echt depressieve momenten ervaarde. Ik had letterlijk pijn in mijn lichaam van alle stress en van alle spanning. En ik had eigenlijk constant een opgejaagd gevoel. Ik had momenten dat ik het echt naar God uitschreeuwde. Gewoon uit boosheid. Waarom dit mij zo specifiek overkwam. En ik wist dat het tijd was om hulp te gaan zoeken. En zo werd ik doorverwezen naar de praktijkondersteuner. En daar werd ik gediagnosticeerd met een gegeneraliseerde angststoornis. Wat eigenlijk simpelweg neerkomt op een piekerstoornis. En het ging eigenlijk steeds slechter. En er kwamen gedachten in mijn hoofd van, als dit zo verder gaat en niet beter wordt, dan weet ik niet of ik dit leven nog wel zie zitten. En ik zag echt voor me hoe mijn leven compleet werd verwoest. Ik heb besloten, toen ik echt vast zat in mijn hoofd, om de Get Free te gaan doen. Get Free, dat is een training binnen ICF, waarin je echt naar jezelf gaat kijken en naar de punten gaat kijken waar jij nog geen vrijheid in ervaart. En voordat we begonnen met de Get Free, zijn we eerst gaan bidden. Ik vond het super spannend, want het was eigenlijk de eerste keer dat ik er open over zou zijn tegenover iemand anders. Maar ik heb die avond echt alles op tafel gegooid. En we zijn geëindigd door er gewoon simpelweg voor te bidden. Ook tijdens small group avonden. Tijdens een small group avond vroeg iemand aan mij van hoe gaat het met je? Ik zei van ik zou liegen als zou ik zeggen dat het goed met me gaat. Wat ik eigenlijk direct zei, is dat ik er eigenlijk niet meer omheen kon. Ik moest er wel open over zijn. En op het moment dat ik daar open over werd, merkte ik ook dat die gedachten echt afzwakten. Tijdens chillavonden met een vriend hebben we hier veel gesprekken over gehad. Veel gesprekken over deze angst gehad. En het voelde gewoon heel vertrouwd. Ik kon hem altijd bellen en zo appte ik hem op een avond, laat op de avond, toen het mij weer echt heel hoog zat en ik zag het eigenlijk gewoon niet meer zitten. En ik appte hem van, kan je misschien voor me bidden? En hij lag al te slapen, maar hij werd binnen de nacht werd hij wakker. En hij ervaarde dat hij op zijn mobiel moest kijken en dat deed hij ook en toen is hij voor me gaan bidden. En met Pinksteren 2020 zag ik een beeld voor me tijdens het gebed. En ik had echt serieus het gevoel dat God zei dat ik wat moest met dat beeld. En zo kwam ik na de dienst in de online lounge. En kwam ik in een breakout sessie met degene die counseling doet binnen ICF. En ik vertelde aan haar dat ik een beeld had gezien. En zij stelde eigenlijk voor om counseling te gaan doen. Veranderingen die ik heb gemerkt nadat ik open ben geweest tijdens de small group avond, tijdens de Get Free met die vriend, is dat ik steeds meer vrijheid ervaarde. De kracht van de gedachte, wat zullen mensen wel niet van mij denken, zwakte steeds meer af. Tijdens de counseling sessies heb ik Jezus ook echt mogen ervaren. Jezus heeft mij laten zien dat als ik dicht bij hem blijf en ben, dat ik zijn liefde mag ervaren. En dat er op die momenten geen ruimte is voor leugens, voor angsten of voor welke andere nare dingen dan ook. Sinds dat ik bij ICF kwam, kreeg ik al last van die angst. En ik zou niet weten waar ik had gestaan of waar ik nu was geweest als ik op dat moment Jezus niet had gekend. Misschien was ik er wel helemaal niet meer geweest. Ik heb tijdens de counseling sessies ook echt mogen accepteren dat moeilijke periodes bij het leven horen. Maar wat nu een verschil maakt, is dat ik in Jezus' autoriteit mag staan. En dat Jezus mij ook heeft laten zien van dat ik in zijn naam de leugens en alle andere nare dingen mag laten weggaan. En dat er in die plaats zijn liefde komt. En daar ben ik hem echt ontzettend dankbaar voor.
Wauw, wat een verhaal. Stakzitten is niet het einde van de wereld in deze wereld. Het hoort bij deze wereld. Maar wat is nou de nummer 1 sleutel om als je stak zit in een omstandigheid, als je stak zit in jezelf, om eruit te komen? 1 woord. Overgave. Huh? Overgave? Jezelf overgeven? Nooit te nimmer geven we onszelf over. Of niet soms? Ik bedoel, als een land oorlog voert, je gaat toch niet winnen door jezelf over te geven? Of als Oranje moet voetballen, dan ga je jezelf toch niet overgeven aan de tegenpartij en je vlak laten walsen? Dan ga je vechten. En wat nou als je zelf wilt winnen? Dan ga je toch niet toegeven aan een verleiding en overgeven? Overgeven is het laatste wat we doen in deze wereld. We vechten ons nog liever dood dan dat we onszelf overgeven. Iemand schuldig? Nou, anders ik wel. We vechten en we vechten en we vechten net zo lang tot we er dood bij neergeven. Maar overgeven? No way. Maar toch is dat precies wat Fijke deed. En toch is het precies wat ik zelf zo vaak heb moeten doen. En toch heb ik precies hetzelfde wat ik zoveel andere mensen heb zien doen. Overgeven aan het feit dat je in die omstandigheid zit. Overgeven aan het feit en toegeven dat je werkelijk stak zit, is de belangrijkste stap in je leven om echt vrij te zijn. Echte vrijheid komt door overgeven. Maar als je niet uitkijkt, vechten we onszelf dood. Maar waaraan moeten we ons dan overgeven? Enerzijds dat we stak zitten. Anderzijds aan de juiste gewoonten, goddelijke gewoonten, om er echt uit te komen. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt in Johannes 8 het volgende. Lees met me mee. Als je doet wat ik zeg, klinkt een beetje als een leraar, hè? Zegt Jezus. Als je doet wat ik zeg, dan zult u de waarheid kennen en de waarheid bevrijd worden. Vergis u niet, antwoordde Jezus. Iedereen die zich laat verleiden, is een slaaf van verleiding. Als we niet uitkijken en we geven ons over aan het feit dat je alles mag doen in deze wereld, wat ook zo is, ben je zomaar vastgeplakt aan iets wat je helemaal niet wilt zijn of wilt doen. Terwijl als je Gods waarheid voor het leven, in wat voor gebied van het leven dan ook, ontdekt en uitleeft, is echte vrijheid. Goddelijke gewoonte, zoals God het leven bedoeld en gemaakt heeft, is echte vrijheid. Echte vrijheid is wat we nodig hebben. En God en bij God kunnen we die echte vrijheid vinden. We kunnen niet vrij zijn als we voortdurend toegeven aan verleiding. We kunnen niet vrij zijn als we voortdurend weer in die omstandigheid komen waarin we niet horen te komen. Echte vrijheid heeft te maken met groei in de goede gewoonte. Nou, misschien denk je, ja, maar ik word voortdurend verleid en ik vind het zo fout. Verleiding is niet fout. Verleiding is in je leven, blijft in je leven en gaat nooit meer weg. Woe! Toegeven van verleiding. Daar zit de catch. Dat is waar het fout gaat. En dat is waarin we sterker moeten worden te groeien. In gewoontes, goddelijke gewoontes. In ons leven. Nu hoor ik je denken. Arie, zeg je daarmee nou ook dat ik al die dingen moet doen in de Bijbel die ik helemaal niet leuk vind? Die ik helemaal niet cool vind? En heel wat jaar geleden begon ik de Bijbel te lezen. Toen dacht ik, niet cool. Geloof is niet cool. God is niet cool. Wat u van me vraagt, is al helemaal niet cool. Kijk het volk Israël nou. Ze krijgen zoveel regels. Het is toch geen leven, man. Maar wat nou
als die richtlijnen voor het leven. Ik heb het niet over dat je als christenen in een pak moet lopen. Ik heb het er ook niet over dat je als christen in een rokje moet lopen. Ik heb het ook niet over dat je als christen helemaal niks meer mag. Ik heb het over de diepere lagen. Dus niet aan de buitenkant, maar de diepere lagen van het leven aan de binnenkant. Principes voor het leven, eeuwigdurende principes, waardoor elk persoon echt tot leven komt. Wat nou als die richtlijnen waarvan God zegt, doe het niet, doe het niet, doe het niet, maar doe dat wel, niet beperkend zijn, maar letterlijk het leven in je laten opborrelen als ooit tevoren. Want dat is precies wat Jezus zegt. Als je de waarheid vindt, als je mij vindt, mijn waarheid, hoe ik het leven gemaakt heb, hoe ik jou gemaakt heb, als je die vindt, toepast en maakt tot de gewoontes in je leven, totaal omarmt, wat nou als dat het beste in je boven haalt? No pain, no gain. Soms moeten we iets opofferen om iets moois te krijgen. Elke sporter weet dat. Iedereen die gestudeerd is, weet dat. Iedereen die zijn rijbewijs gehaald heeft, die weet dat. No pain, no gain. En elke keer als we afwijken van de principes, eeuwigdurende principes voor het leven, voor jouw leven, gooien we simpelweg onze eigen glaas in. Boom! Boom! We gooien onze eigen glaas in. Pats! Auw! Boom! Auw! Ah! Iemand meegemaakt? En misschien wel de pijn die je nu meemaakt, wat je jezelf hebt aangedaan, is simpelweg dat we ergens vaak onbewust de principes zoals God het leven gemaakt heeft, zo langzamerhand een beetje achter ons hebben gelaten. En opeens in een omstandigheid of een innerlijke situatie zitten waar we niet horen te zijn. En elke keer weer als we niet bewust met die eeuwigdurende principes die echt leven geven, loslaten, gijzelen we onszelf. En denk bij jezelf, oh wat is het hier donker. Ja, er zit een zak over je kop heen. Er zit handboeien om je voet heen. We zitten stak. Wat is onze oplossing? Wat is onze natuurlijke oplossing? Mijn oplossing is vechten tot je er beneden valt. We noemen het wilskracht. Woe! Ik heb zo'n sterke wil. Ik heb niks nodig dan alleen maar boom, ik ga het doen. Boom, ik ben sterk. Boom, ik ga harder lopen en ik ga harder lopen en ik ga harder lopen en ik ga harder lopen. Totdat wat? Totdat je er bijna in valt. Ik denk, het leven is zo zwaar, ik kan niet meer. Help! Iemand meegemaakt? Guilty. I'm guilty. Wilskracht. Weet je waar wilskracht voor bedoeld is? Om je uit makkelijke situaties, boom, uit te krijgen. Maar guess what? Leven is niet makkelijk. En als we dat gaan oplossen met wilskracht, lopen we stak. De oplossing? Sterke, goddelijke gewoonte. Slechte gewoonte eten wilskracht voor ontbijt. Ken je die uitspraak? Slechte gewoonten eten wilskracht voor ontbijt. Zolang je geen sterke gewoontes hebt, gaat die echt. Het is als een blender. Wilskracht, meer wilskracht, meer wilkracht, meer wil, meer slechte gewoonten. En jij vraagt je af, waarom heb ik geen energie? Waarom voel ik me zo leeg? Ik kan helemaal niks meer, omdat we gaan op wilskracht. Als we gaan op wilskracht. En we veranderen onze gewoontes niet. Dat trek je niet. En misschien voel je ook zo'n lege zogen. Van het maar gaan en gaan en gaan. Gaan voor je werk. Gaan voor je gezondheid. Gaan, 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 gaan. In plaats van dat je zegt, laat ik stap voor stap gezond worden. Gewoon door kleine dingen in je leven aan te passen. Laat ik stap voor stap mijn social media op orde krijgen. Kleine stapjes, de juiste goede gewoonten. Misschien moet je de gewoonte krijgen om de zorgen die je maakt eens op papier te zetten. En dat met iemand te delen.
zodat je echt vrij wordt. Goede, sterke gewoontes. Goddelijke gewoontes. We zorgen ervoor dat je vrij bent en vrij blijft. Zodat jij de persoon kunt worden zoals God je gemaakt heeft. Hij houdt van je. Gaven, talenten, passie. Een leven lang heeft hij je gegeven. En als je niet uitkijkt, zitten we voortdurend gevangen in omstandigheden. Voortdurend gevangen in ons hoofd, hart en lijf. En redden we ons kapot op wilskracht. Terwijl God zegt, gebruik mijn goddelijke gewoontes voor het leven. Integreer ze in elke fase en gebied van je leven. En je zult vrij zijn en vrij blijven en die persoon worden waar ik je voor gemaakt heb. Dat is echt de vrijheid. En vrij te zijn en vrij te blijven. Ga niet op wilskracht. Wat hebben we nodig daarvoor? God en mensen. God om ons die waarheden te leren. Mensen om ons heen die die waarheden ook hebben gezien en weten hoe je daaruit kunt komen. Dat is precies hoe vaak ik eruit kwam. Dat is precies bij die ene persoon waarin hij week in, week uit op de bank zat te chillen. Klinkt relaxed. Maar week in, week uit bezig was om goddelijke woorden te horen en goddelijke principes toe te passen in zijn leven. Jacobus 5 zegt daarover het volgende. Beken daarom uw fouten en verleidingen. Pijnlijk? Oh my gosh, dit is zo pijnlijk. Aan elkaar en bid voor elkaar. Elkaar is mensen. En dan wat? Zodat u genezen wordt. Als je gaat toegeven, dit is mijn fout, dit is mijn valkuil. Ik heb hier hulp bij nodig. Ik geef me over. Dat is echt de power. En dan wat? Want als een goed en rechtvaardig mens, we zijn allemaal goed en rechtvaardig toch? Ja, tuurlijk, in de ogen van God zijn we goed en rechtvaardig. Vergeet dat niet. God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Leven in overvloed. Dus we hebben mensen nodig om onze verleidingen en fouten toe te geven. We hebben God nodig dat hij ons kan aanraken. En ons precies die waarheid, die perspectief en energie kan geven om daar te komen waar we moeten zijn. God en mensen. Misschien zeg je, Arie, maar ik zit zo stak. Welkom in het leven. Er is altijd een uitweg. Een van mijn grote voorbeelden is Viktor Frankl. Gevangen in de Tweede Wereldoorlog als Jood. Gevangen gezet in een concentratiekamp. Alles afgenomen. Zelfs zijn naam, alleen nog maar een nummer op zijn arm. Maar vrij in zijn hoofd. Die wist wie die was. Zijn werkelijke identiteit. Zijn werkelijke ik. Dat zelfs bewakers, Duitsers, aan hem vroegen. Hoe word je zo vrij? De plek waar jij nu zit voelt misschien als een gevangene, als gegijzeld, al je ramen ingegooid. Misschien heel negatief of simpelweg dat je niet weet hoe je verder moet komen als zakenman, als ondernemer. Er is altijd positief perspectief met God en mensen. Laten we luisteren naar een nummer waarin we dankbaar kunnen zijn dat er altijd perspectief is. Dat er altijd mensen om ons heen zijn die ons perspectief kunnen geven. En daar kunnen komen om die persoon te worden die God voor zich ziet. Laten we kijken. Wauw, misschien zeg je, Arie, hoe kan ik nou dankbaar zijn als ik stak zit? Stak in je gewoonte, vast in je hoofd. Niet weten hoe je een volgende stap moet zetten als ondernemer of als persoon of als wie dan ook in je studie. Misschien is je stak in corona. Corona is niet voor altijd. Innerlijke vrijheid is het belangrijkste wat er is. Wat houdt jou tegen om echt vrij te zijn? Wat houdt jou tegen om die persoon te worden die God al lang voor zich ziet? Om die persoon te zijn waarvan God zegt, woe! Nee, je hoeft niet eerst te veranderen. Dat zegt hij nu al. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, onvoorwaardelijk. Dat is wat God is, dat is wat basis. Je hoeft niks te veranderen. Om die waarde te voelen hier nu op dit moment. Want Pasen is niet meer en niet minder. Dat Jezus voor jou stierf. Onvoorwaardelijk.
Gewoon omdat hij van je houdt. Dat is waar mijn dagelijkse vrijheid begint. Jezus houdt van mij. Hij ging die lijdensweg. Dat martelen, dat spugen, dat slaan, dat sterven aan een kruis. Voor mij. Dit is het startpunt. Weten wie je bent. Zodat hij je kan vertellen wat je moet worden. Wat we voor nodig hebben? Overgeven. Overgeven aan het feit dat het leven, omstandigheden komen en gaan. Overgeven aan het feit dat we simpelweg soms stak zitten. Maar onszelf overgeven aan die God en die Jezus. En zijn principes voor het leven. Die ons weer vrijmaken. Die ons weer leven in overvloed geven. Daf. Oh my gosh. Zo taf. Ik vind het zo moeilijk. Om elke dag weer hier te beginnen. Mijn Jezus. Ik heb hem nodig. Valkuil. Ik doe het zelf. Ik vecht me kapot. Ik werk me kapot. Terwijl Jezus zegt. Ik heb me al lang al aan jou overgegeven. Durf je? Heb je lef om je het over te geven aan mij? Ik was 14 en ik gaf mezelf over aan die Jezus. Dat ik erachter kwam dat ik hem nodig had. En zelfs na die tijd heb ik zo vaak het geprobeerd op mijn eigen kracht, op mijn eigen wilskracht, met mijn eigen principes voor het leven, om erachter te komen. Dat alleen zijn principes werken als ik me overgeef aan hem. En misschien zeg je, ja, maar je weet niet waar ik vandaan kom. Je weet niet hoe stak ik zit. Ik ken niet jouw verhaal, maar ik ken wel zoveel andere verhalen van mensen in deze kerk die stak zaten. Liepen op het randje van de dood. Maar een millimeter voor nodig was, zal die niet meer geweest. Ik heb zoveel ondernemers gezien die niet wisten hoe ze uit de situatie moesten komen. Maar zich overgaven aan Jezus en mensen. En ze eruit kwamen. Dat is de kracht van het kruis. Dat is de kracht van mensen. Als we onszelf durven over te geven. Welke omstandigheid houdt jou tegen? Waar zit jij innerlijk stak? En moet je je simpelweg overgeven aan het kruis. Jezus, dit is mijn issue. Dit is mijn omstandigheid. Hier zit ik stak. Help! Ik kan help zeggen. Easy. Easy. Not so easy. Altijd mogelijk. Misschien denk je van, ik heb niemand. Ik heb geen mens om me heen. Je kijkt nu mee. Wij zijn mensen, kerk is mensen. We doen het samen. Laten we het samen doen. Laten we samen erin stappen. Laten we samen naar het kruis toe gaan. Misschien zeg je, maar ik weet niet wie ik ben. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Begin bij het kruis. Ja, maar mijn situatie is hopeloos. Jezus' situatie was ook hopeloos. Hij hing aan het kruis. Genageld. Vastgebonden, vastgespijkerd. Dood. Dacht iedereen. Maar na 3 dagen stond hij op uit de dood. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van het kruis. Dat is de kracht van Jezus. Die jou maar hoeft aan te raken. En je komt tot leven. Als je je durft over te geven aan die Jezus. Onze Jezus. Ik wil je meenemen in gebed. Waarvan ik hoop dat je de lef hebt. Misschien als ondernemer, misschien als student. Misschien als iemand die stak zit in zijn hoofd, in zijn hart, in emoties. Of in een omstandigheid. Om je over te geven aan God Almachtig. Simpelweg te schreeuwen, help! Ik geef me over! Zodat hij ook echt
kan helpen. De Bijbel zegt, als je Jezus vindt en je overgeeft, kan Hij je redden van alles en een vrede ervaren die het menselijk besef te boven gaat. Dat is wat ik wil en nu nodig heb in elke situatie en omstandigheid, wie ik ben. Durf je met me mee te bidden? Laten we het samen doen. Heer, dank u wel voor uw bent. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor Pasen. Dank u wel voor Pasen te mogen vieren dat u inderdaad stierf aan een kruis. Niet zomaar, maar voor mij. Aan het kruis hing u daar. Keek u diep in mijn ogen. En zegt u, ik hou van jou. Ik geef mezelf over aan jou, omdat ik simpelweg zoveel van je hou. Jezus, dat maakt zoveel in mij los. Dat maakt zoveel in ons los. Dat geeft mij weer echte waarde. Dat laat me weer opstaan in mijn situatie, weer omhoog kijken. Dat geeft me de moed om aan mensen te zeggen waarin ik stak zit. Om hulp te vragen. Geef me weer moed om op mijn knieën te gaan en omhoog te kijken. En u om hulp te vragen. Heilige Geest, hier nu vragen we. Bevrijd ons. Raak ons aan. Hier nu op dit moment. Dat ik in mijn situatie, in mijn omstandigheid, in mijn stak zijn. Een vrede ervaar die mijn menselijk besef te boven gaat. Raak ons aan. Hier, nu, op dit moment. Misschien vind je het lastig of uitdagend om jezelf over te geven aan die Jezus en zijn principes voor het leven. Waarom niet nu doen? Met me mee te bidden in jezelf. Om je leven aan Hem te geven. Je kwetsbaar op te stellen. En zeggen, ik heb U nodig. Om het leven weer in me op te laten borrelen. Om te laten zien wie ik werkelijk ben. Om te zien. En mij visie te geven over wie ik werkelijk ben en te worden. Die mij gaat helpen. Als je dat wil, bid met me mee. Wees dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u voor mij persoonlijk stierf van dat kruis. Ik snap het niet, ik begrijp het niet, maar één ding snap en begrijp ik wel, dat het voor mij was. Om al mijn fouten, al mijn schaamte weg te wassen, weg te spoelen als oceanen. Mijn waardigheid weer terug te geven. Maar nog veel meer dan dat wil doen. U mij wilt helpen elke dag weer met raad en wijsheid en advies uit uw woord. Door middel van uw Heilige Geest op het te fluisteren. Ga links, ga rechts. Mij deze situatie te wurmen en mij mensen om me heen te geven. Jezus, kom in mijn leven. Ik geef mij over aan God Almachtig. Geef me mensen die me kunnen helpen. Die me kunnen leiden samen met u. Dat ik echt vrij kan zijn in mijn hoofd, in mijn hart en omstandigheden. En vrij kan blijven. En die persoon kan worden waar u mij voor gemaakt heeft. Dank u wel. Kom in mijn leven. En laat mijn eenmalige leven ertoe doen. U heeft mij gemaakt met een doel en een reden. Om echt een verschil uit te maken in deze wereld. Dank u wel dat u dat in mij ziet. Laat me zien wie ik werkelijk ben. In Jezus' naam. Amen. We gaan zo worshipen. Muziek kan ons zo helpen om daar te komen waar we moeten zijn. En misschien wil je gaan staan. Misschien letterlijk je armen wijd open doen. Jezelf over te geven. Die woorden stuk voor stuk te zingen. En te genieten. En laat Pasen 2021 je leven veranderen. Je echte vrijheid geven. Zodat je kunt worden zoals God jou bedoeld heeft.